Doden en gewonden bij opstand in Eemse in Pekin Saon. Ook op diverse andere plaatsen zware vuurgevechten. Onrust over de veiligheid Afo Bakadam nog niet weggenomen. Goeiedag, dit is Regionieuws TV Suriname van 3 mei 2023. Het nieuws voor 1 miljoen Surinamers. Gisteravond sprak een clusterteam van ministers van de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden over de gewelddadigheden in Pekin Saron. Een groep van vermoedelijk 15 gewapende en gemaskerde inheemsen stak gisterenmorgen houttrucks en gebouwen in brand en beschoten politieagenten en beveiligers van een goudbedrijf. Bij vuurgevechten kwamen volgens defensieminister Matura 2 van de aanvallers om het leven. Er vielen 4 gewonden. 11 trucks beladen met rondhout werden in brand gestoken. Muriel Fernandes, de voorzitter van de Vereniging van Dorpshoofden, wist niet dat de inheemse bevolking in opstand zou komen. Ze had wel in de gaten dat er al enige tijd iets broeide, zoals ze zei. Fernandes betreurt de situatie en vindt dat het erg dat er doden zijn gevallen. Maar het protest heeft wel gezorgd dat er nu uiteindelijk naar hen geluisterd wordt, merkte ze op tijdens het overleg met het team van ministers. Presidentieel adviseur Humphrey Chin Lipschi toonde begrip voor de eis van de inheemse dat hun rechten gerespecteerd worden en dat niet langer hun gronden worden uitgegeven aan derden. Inheemse strijden al tientallen jaren voor erkenning van hun grondrechten. Tijdens een conferentie in Paramaribo op 16 februari 2022 zei parlementsvoorzitter Marinus B. dat het de hoogste tijd was dat de grondrechten van de inheemse en tribale volken wettelijk geregeld werden. Bij het vredesakkoord van juli 1989 was opgenomen dat voor de Marons en inheemse hun rechten op grond zouden moeten worden erkend. Maar tijdens het overleg van gisteravond werd afgesproken dat nu pas zal worden geïnventariseerd welke de woon- en leefgebieden zijn van de inheemse. Het ministerie van Grondbeleid zal onderzoeken wat er moet gebeuren met de gronden die zijn weggegeven. Er werd gisteren niet alleen in Pekin Saron gevochten. Op diverse plaatsen waren er zware vuurgevechten. Het ging onder meer om inheemse gemeenschappen zoals Pekin Saron en Bigi Poika. En de goudconcessie van Grasalco en Maris Paston. Overal werden vernielingen aangericht en werden mensen mishandeld. Op diverse plekken zijn branden gesticht. Voertuigen werden in brand gestoken en met kogels doorzeefd. Een aantal medewerkers van de Stichting Bosbeheer en Bostoezicht was gegijzeld, maar kon door eenheden van de politie en leger worden bevrijd. Volgens de Times of Suriname zal het personeel van Grasalco worden geëvacueerd. Minister Matura van Defensie meldde vanmorgen 2 doden, maar volgens organisaties van inheemse zijn er in elk geval in Pekin Saron meer doden gevallen. Op sociale media circuleren beelden van woedende inheemse. Bewoners van omliggende dorpen probeerden Pekin Saron te bereiken om deel te nemen aan de opstand. Ze werden door eenheden van leger en politie teruggestuurd. De eenheden zouden ook een wegbarricade hebben opgeruimd. Waar er rook is, kan er vuur zijn. Dat zegt coördinator Jerry Slijngaard van het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing volgens Keynews. Hij reageert hiermee op een mogelijke breuk bij de Afo Bakadam. Het coördinatiecentrum heeft zich volgens hem daarop voorbereid. Er ligt een eigen crisisplan klaar en dat is afgestemd op dat van de beheerder van de dam. Er is nog niet wetenschappelijk bewezen dat er een serieus probleem is en er zijn systemen die de veiligheid van de dam op tijd en goed monitoren. Dus vooralsnog is er geen reden tot paniek, vindt Slijngaard. Hij wacht de resultaten af van een onderzoek dat Staatsolie laat uitvoeren door een onafhankelijk instituut. Maar ondertussen zijn we wel voorbereid. Als er wat gebeurt, dan weten we hoe we moeten reageren. Aldus de coördinator. En tot zover Regionieuws TV Suriname. Wilt u dagelijks op de hoogte blijven? Download dan onze app Regionieuws TV en nieuws melden. Dat kan naar suriname@regionieuws.tv. En kijkt u via YouTube, vergeet u dan niet u te abonneren. Dank voor uw aandacht en blijf vooral gezond.